De Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid NUCK heeft een actieplan aangeboden aan de minister van Arbeid, Dr. Anders Suharto Mustanya. De bedoeling van dit plan, en dit plan ziet u hier in beeld, is dat het moet resulteren in het tegengaan of het uitbannen van kinderarbeid. Daarover praten we vandaag met mevrouw Jenty Mangru. Zij is de voorzitter van deze commissie en zij gaat in op alle vragen die we voor haar hebben gelist. Mevrouw Mangru, welkom in de studio. Dank u wel, meneer Sarijan. Op te beginnen, hoe heeft deze commissie het levenslicht gezien? Nou, de commissie bestaat in principe al vanaf 2008. Het is een commissie die steeds ingesteld wordt voor 3 jaren. En na een periode van inactiviteit is er dus vorig jaar, ik dacht in april, is de commissie weer geïnstalleerd. Om het werk dat te maken heeft met kinderarbeid dus weer op te pakken. Goed, er is gekozen voor een interdepartementale aanpak. Wat is de gedachte eigenlijk hierachter? De gedachte daarachter is dus dat kinderarbeid niet een probleem is van het ministerie van Arbeid alleen. Het is eigenlijk niet eens een ministerieel probleem, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, het heeft te maken met een sociaal-maatschappelijk probleem en sociaal-maatschappelijke problemen moeten door meerdere ministeries aangepakt en opgelost worden. Dus vandaar dat er voor meer departementen is gekozen om dus zitting te nemen in die commissie, maar ook die aanpak, omdat sommige zaken die aangepakt moeten worden bij verschillende ministeries liggen, weet je. Bij verschillende ministeries, het is ook niet alleen interdepartementaal, het is ook multisectoraal, want het bedrijfsleven is ook in de commissie, heeft ook een rol in het actieplan, de vakbeweging, buurtorganisaties en niet-governementele organisaties. Dus het is meer een multisectorale aanpak, integrale aanpak, dan interdepartementaal. Ja. Nu praten we over kinderarbeid en we weten dus dat dit vraagstuk al een hele poos speelt. Wanneer kunnen we eigenlijk praten van kinderarbeid? Er is geen vaste definitie, maar is wel een omschrijving en omstandigheden waaronder je dus kinderarbeid kan categoriseren. Het meest belangrijke bij kinderarbeid is dus dat de kinderen die werken, dat de school hun onderwijsprocessen niet onder mag leiden en ook hun ruimte om recreatie te doen, om een kind te zijn. Dus dat betekent dat je een kind niet zodanig mag werken dat het invloed heeft op de lichamelijke en de geestelijke ontwikkeling. Dat is eigenlijk de omschrijving die we hebben voor kinderarbeid. Nou heeft de commissie, mevrouw Mangru, een actieplan opgesteld en aangeboden aan de minister van Arbeid. Ja. Voor de periode 2019-2024, wat kunnen we in zo'n actieplan aantreffen? Het actieplan is ruim en breed. We hebben zoveel als mogelijk alle facetten proberen te kofferen met het actieplan. En natuurlijk snap je dat er ook acties bij zijn die niet in een jaar opgelost kunnen worden of in 2 jaar, 3 jaar. Dus na de consultatie is er toch gekozen ervoor om het te laten lopen over 5 jaar. Sommige zijn korte termijn, sommige zijn middentermijn, sommige zijn lange termijn acties. En dus het actieplan heeft een paar deelgebieden, 11 eigenlijk hoor, die aangepakt moeten worden om hopelijk te resulteren in een reductie, zo niet helemaal elimineren, dus uitbannen van kinderarbeid in Suriname. De deelgebieden zijn onder andere dat je moet weten hoeveel kinderen bijvoorbeeld aan kinderarbeid doen. Dus je moet aan data, onderzoek en dataverzameling doen, want anders weet je niet hoe groot het probleem is, waar het probleem is, de vormen die er zijn. Je hebt wet en regelgeving, moet ook aangepakt worden, want niet alle wetgeving is nog in place in Suriname om de kinderen te beschermen. Je hebt handhaving en controle van die wetgeving, dus wanneer je die wetgeving hebt gemaakt, moet je ook controleren in de praktijk of het werkt, of er gevallen voorkomen en hoe ga je die gevallen aanpakken, dus die handhaving van die wet.
Er is hulpverlening en begeleiding wanneer zo'n geval kenbaar maakt of geïdentificeerd of gemeld wordt. Hoe ga je het aanpakken? Welke hulpverlening ga je bieden aan dat kind of het gezin waaruit het kind komt? Ook het bedrijfsleven heeft een rol in het actieplan. En de rol is in principe dus dat werkgevers moeten en werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties moeten ervoor zorgen dat in ieder geval in de bedrijven en waar het bedrijfseconomische activiteiten zijn, dat geen kinderen gespot worden en toegelaten worden of dat men, dus dat men daaraan iets doet en dus dat is eigenlijk helemaal verboden. Maar ook hebben de bedrijven de rol om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en corporate social responsibility, waarbij ze een deel van hun inkomsten ook terug laten vloeien naar de maatschappij, waardoor ze misschien programma's en projecten kunnen ondersteunen voor het bestrijden van kinderarbeid. Dus het is een heel ruim en integraal en actieplan die dus 11 deelgebieden heeft, waarbij we eerst hebben gekeken dus wat zijn de tekortkomingen daar en wat moet er gedaan worden om die tekortkomingen weg te werken. Dat is de opstelling van het plan. Ja. Dan vraag ik me af, zijn er cijfers bekend van kinderarbeid in ons land? Ja. Recentelijk zijn de onderzoeksresultaten van het IMBO, die een onderzoek moest doen naar kinderarbeid in Suriname, ook in opdracht en in samenwerking met de ILO en het ministerie van Arbeid. Dus is er een onderzoek gedaan door het IMBO. Dat is het Surinaams instituut, het wetenschappelijk instituut van de universiteit. En die hebben een onderzoek gedaan in de kustvlakte. Dus dat betekent dat districten in de kustvlakte zijn onderzocht. Er was niet geen financiële ruimte om het binnenland te onderzoeken. Maar de cijfers dus die gepresenteerd zijn in januari of december, ik weet het even niet meer, blijkt dus dat ongeveer in de kustvlakte 3000, ik heb die cijfers hier hoor, 3600 kinderen een vorm van kinderarbeid doen. En daarbij is het dus zo dat jongens de grotere groep zijn van dus die 3600 kinderen en meisjes een beetje kleinere groep. Dan heb je ook weer dat jongens meer het werk doen dat buiten is en meisjes doen meer werk dat binnenshuis of in een besloten setting is. Hè? Dus er zijn cijfers nu beschikbaar over kinderarbeid. Het zijn ongeveer 3600. En dat is alleen maar in de kustvlakte. Dus Brokopondo en Sipaliwini, die zijn nog niet onderzocht. Maar er, binnenkort komen er ook weer cijfers van een mixonderzoek. Dat is een veel groter onderzoek dat door sociale zaken gedaan wordt. En er is kinderarbeid is ook onderdeel van dat onderzoek. En daar komen en dat is landelijk. Dus dan gaan we, wanneer de resultaten gepresenteerd worden, zullen we ook wel weten hoe het zit in Brokopondo en Sipaliwini. En dus waarschijnlijk zal het cijfer dan ook iets meer stijgen van kinderen die aan kinderarbeid doen. Is het al duidelijk als kinderarbeid het gevolg is van zeg maar de economische situatie of heeft het met meerdere factoren te maken? De economische situatie is één factor, maar het heeft ook met een bepaalde bewustwording of bewustzijn van ouders te maken. Snap je? Vaak en in vele landen is armoede de oorzaak, de hoofdoorzaak van kinderarbeid. Kinderen moeten gaan werken omdat de gezinnen te weinig gezinsinkomen hebben om iedereen te verzorgen in het gezin. Dus dan worden de kinderen ook ingezet in het arbeidsproces. Omdat het gezinsinkomen vergroot wordt, dat iedereen verzorgd kan worden. Maar het is soms ook, heeft het ook te maken met de mindset van ouders toch. Hoe belangrijk vinden ze dus dat kinderen naar school gaan, dat ze kunnen spelen, dat ze gewoon de normale dingen kunnen doen die kinderen doen, hè? Hoe belangrijk vinden ze dat? Of vinden ze dus dat die kinderen moeten meehelpen? Want je kan andere keuzes maken, toch? Je kan andere keuzes maken, maar het heeft voornamelijk te maken met armoede. Dat mensen niet voldoende financiële middelen hebben om alle kinderen van het gezin te verzorgen. Dus
een paar kinderen of alle kinderen in het gezin moeten dan ook gaan werken om te helpen om het gezinsinkomen te vergaren. Dus dat is de hoofdoorzaak van kinderarbeid. Is er tot slot, mevrouw Manguru, nog iets toe te voegen vanuit de commissie? Wat ik dus wil aangeven is dat we nu op het punt zijn, er is een wet op het gebied van kinderarbeid, waarbij kinderarbeid dus verboden is. De leeftijd is opgetrokken van 14 naar 16 jaar. Dat wil dus niet zeggen dat je kinderen geen klusjes mag geven in het huis. Want leren werken heeft ook een opvoedend karakter. Ja. Maar het gaat erom bij kinderarbeid, want ik wil dus dat uit de wereld helpen, dat je kinderen niet zodanig laat werken en zoveel uren per dag, dat een kind niet meer naar school gaat of heel veel schoolbezoeken mist. Weet je, waardoor ze een achterstand krijgen op school. Of dat het gevaarlijk is. Want ik bedoel, soms is het dat ze maar 1 of 2 uurtjes of 3 uurtjes werken. Maar het soort werk dat ze moeten doen is gevaarlijk. Je hebt met gevaarlijke stoffen te doen. Je rennen in het verkeer. Zware dingen dragen. Weet je, dus soms is het gevaarlijk. De setting is gevaarlijk en dan maakt het niet uit als je 1 uur of 2 uur of 8 uren werkt. Het is... In wezen is het gevaarlijk, dus dan daaraan mag je kinderen niet blootstellen. Die wetgeving is er en die wetgeving geeft dus de specificatie voor wat kinderen mogen. Vanaf 13 jaar mogen ze lichte arbeid verrichten, een paar uren per dag. 14, 15 mag je iets meer. 16 ben je vrij om de arbeidsmarkt te betreden. En tot 18 jaar mag je geen gevaarlijke arbeid doen. Dus er zijn gradaties, weet je, waarbij we heel gradueel de kinderen begeleiden naar het arbeidsproces, naar de arbeidsmarkt. En dus dat is één, die wetgeving is er. We hebben nu het actieplan. Dat is een tweede stap. We zijn al begonnen met voorlichting naar de gemeenschap toe, weliswaar op een laag pitje. Omdat we, hoe noem je dat, een aantal zaken nog in place moeten zijn, dus hebben. En dus we zijn nog niet zwaar bezig met de voorlichting. Maar nu gaan we over naar de implementatie van het plan. En dat betekent dat in de komende jaren, tot 2025, dat we gaan zitten op het uitvoeren van alle acties die kinderarbeid moeten tegengaan. Geen makkelijke taak, mevrouw Manguru. Ik wens u en uw commissieleden heel veel succes. Ja. En natuurlijk ook bedankt voor het feit dat u tijd hebt willen vrijmaken om ons een beetje te vertellen over dit actieplan. Ja. Succes!